Nou, ik kreeg een telefoontje op 21 maart 2005, s'avonds thuis, van de chef protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die zei, ja, ze beginnen je van steeds verder te ontdekken. Amerikaanse president, die wil naar Sint-Gerlof komen. Ik had een beetje het gevoel dat het een grap was. Nee, maar hij zegt, het is echt serieus. En als je ruimte hebt en je wil het, nou, dan staat de Amerikaanse ambassadeur morgen vroeg bij jou op de stoep. Grote tevredenheid overheerst bij het personeel van Château Sint-Gerlach. Bush heeft daar een nachtje geslapen en de baas van Amerika sliep als een roos. Als hotelier vraag je dan natuurlijk, is de eerste vraag, wat heeft u goed geslapen vannacht, hè? Want als je in een hotel komt. En hij zei, I slept as a log. En dat is Texaans, hè? Ik heb geslapen als een blok, als een os als het ware. En hij vroeg aan mijn vrouw en mij, God, wonen jullie hier ook in het kasteel? En toen zei ik, nee, Mr. President, we live here in the village, in a house which is called Casablanca. And my wife, Judith, there is there the first lady, my first lady. De dag zelf, toen hij aankwam, was eigenlijk wel teleurstellend. Is hij echt via een zijingang van het hotel is hij meteen naar zijn kamer gegaan. We hebben hem dus ook de hele avond niet meer gezien. En dat was toch wel heel jammer, want je hoopt toch allemaal dat je wel een glimp van hem opvangt. Maar de dag erna, dus de zondagochtend, heeft hij dat wel echt goed gemaakt. Door uitgebreid dus met personeelsleden op foto te gaan. En die foto hebben we daarna dus echt met een persoonlijke envelop vanuit het Witte Huis toegestuurd gekregen. Nou, dit is het bed van president Bush. Daar heeft president Bush geslapen. Wij kregen dus een melding dat het bed dus, er was een bomcheck geweest. En toen kwamen we hier op de kamer en toen lag hier alles overhoop. Maar alles wat hier weer neerlag, dat moest weer terug op het bed. Mocht niet verzuiverd worden. Dus. Voordat president Bush en zijn vrouw Laura het oorlogskerkhof in Margraten verlieten, werden alle wegen weer hermetisch afgesloten voor het verkeer. In de lucht vlogen de Apache gevechtshelikopters om de route van de wagen van de president in de gaten te houden. We hadden aan die kant in het Ingendaal zelfs, daar stonden twee IPR's tanks opgesteld met nachtkijkers. Nou, ik ben één avond daar naartoe gelopen en je ziet echte konijntjes gewoon wandelen door het natuurgebied heen. Zo scherp zicht hebben die dingen. Aan de voorkant stonden twee IPR tanks, die stonden in visgraat, stonden die opgesteld met links en rechts zandcontainers ernaast, zodat niemand met een auto, bus de oprit op kon rijden en in één keer kon doorrijden. En hij had twee auto's, die leken hetzelfde op elkaar. Het was, we wisten niet de eerste of de tweede. En hij reed zijn auto, reed hij binnen het terrein op van de pachthof. En op dat moment gingen plus minus, ik denk een stuk of 30 beveiligers met de rug naar de auto toestaan in een cirkel eromheen. En ze gaven elkaar allemaal om en om een knipoog tot aan de laatste. En die deed de deur pas open. En dan moet je je voorstellen, dat is ongeveer een deur van 20 centimeter. En toen stapte de president ook eigenlijk pas uit. Vanochtend was er in het hotel een ontmoeting tussen Bush en Balkenende. En daarna hadden beide leiders een onderhoud met een groep studenten. Daarna ging de president naar het oorlogskerkhof. Bij het afscheid schudde hij de handen van het personeel en hij deelde complimenten uit. En dat is dan toch de kracht van hem. En hij zegt tegen mij van, oh, you are the chef? En ik zeg, ja, yeah, I'm the chef. En your eggs were wonderful. Het ontbijt, daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Op het moment als Bush daar de hoek om komt, gaan we met z'n allen het roerrijtje pikken. We hadden hier dus op de pas allemaal kleine bakjes warm staan. En dus de laatste garing van het roerrijtje, dat gebeurde terwijl de bediening naar boven liep. En dat is iets dat vond ik wel leuk toen Bush uiteindelijk wegging. Alle medewerkers stonden dus voor het hotel. Toen kwam hij naar mij toe en ja, hij hoeft ook niks te zeggen, maar hij zegt, your egg was perfect. Als Bush geen ei had gerust, dan hadden we een probleem gehad. En precies 8:08 steeg de Air Force One van president George W. Bush op. Hij was precies 17 uur in Limburg geweest.